Richard, we zijn hier bij het Hoendiep. Wat ben je aan het doen? Wij zijn hier met z'n allen de waterleiding aan het saneren. Omdat de oude die is verouderd. En daarom wordt er een nieuwe PVC-leiding ingelegd. En wat voor voorbereidingen heb je nu getroffen voordat je zo'n sleuf gaat graven? Nou, natuurlijk zijn alle bewoners ingelicht van de werkzaamheden. Die weten ervan. Dus in samenwerking met de bewoners zorgen wij dat het allemaal een beetje toegankelijk blijft. En de verkeersafzetting, de weg, die is volledig afgezet. Hij is nog wel toegankelijk voor de voetgangers. Ja. Dus daar moeten we ook een beetje om denken, dat de voetgangers, dat het allemaal een beetje goed verloopt. Ja. En je hebt zelf allerlei kleding aan? Ja, uiteraard heb ik mijn werkschoenen en mijn overal in mijn helm op. Dat is omdat we natuurlijk ook onbewust wel vaak dicht bij de kraan in de buurt komen. Daarom hebben we gewoon altijd de helm op. Hey, en wat is belangrijk bij het graven van een sleuf? Wat voor veiligheidsmaatregelingen nemen jullie? Nou, voor veiligheidsmaatregelen, wij gaan eerst proefsleuven maken, zeg maar, om te kijken hoe het allemaal in de grond ligt en hoe de grondzetting is. Nou, hier hebben we dus ontdekt dat er een rioolbuis naast onze nieuwe tracé is gelegd. Die is met zand toen de tijd aangevuld, dus wij hebben het nadeel ervan dat het dus bij ons weer de sleuf in komt, omdat het een beetje nat is. En merk je daarvan? Nou, dat als wij een te lange sleuf maken, dat die achter ons in begint te storten. En hoe voorkom je nu dat een sleuf instort? Nou, wij zijn hier trapgewijs aan het graven. Dat houdt in dat wij eerst met een brede bak ongeveer 30 centimeter de grond in gaan. En dan met een iets smallere bak. En dan nog weer dieper met een nog smallere bak. En zo krijg je een beetje een trapvorm. En dat zorgt dat de druk vanaf de kant een beetje wordt verdeeld. Stel dat je dit nu niet doet, wat is dan een gevaar? Het gevaar is dat een van ons in de sleuf staat en dat de kant naar ons toe komt en dat we eronder komen. En het is een gevaar met de andere kant, met de stoep, dat de stoep erin komt. Met alle kabels en leidingen wat daarin ligt. Dus door het gewicht kan dat ook meekomen en daar kun je schades van krijgen. Ja, en in het ergste geval dan scheurt het helemaal op en dan komt er misschien nog wel een gedeelte van de tuin in. Dus trapsgewijs een sleuf aanleggen in dit geval is van groot belang voor je eigen veiligheid. Ja, dat is absoluut van belang. Ja. Zijn er nog andere manieren waarop je zo'n sleuf veilig kunt graven? Ja, er is een regelgeving voor dat als wij dieper als een meter gaan graven, dat er eigenlijk sleufbekisting in moet. En dat zorgt er ook voor, zeg maar, dat de kanten blijven staan. Komt het wel eens voor dat je denkt, het komt nu eigenlijk niet uit qua tijd, doe het even wat minder veilig? Nee, dat kan niet voorkomen. Dat mag ook niet voorkomen, want we werken veilig of we werken niet. Nou, dat klinkt heel duidelijk. Dankjewel voor de toelichting en veel succes hier. Dankjewel.